Na de 2-0 overwinning op Excelsior wil SC Heerenveen ook zaterdagavond 3 punten pakken. Dat moet dan gebeuren thuis tegen Heracles Almelo, de nummer 13 van de Eredivisie. Ja, Heracles is zeker een aardig team inderdaad. Alleen Heerenveen speelt thuis. En thuis inderdaad zou je zeggen dat je gewoon moet winnen eigenlijk. En dat moeten we onszelf ook opleggen. Want het is natuurlijk wel zo, als je zaterdag weet te winnen, dan heb je natuurlijk wel weer aansluiting natuurlijk, met de ploegen boven je. De 2-0 overwinning tegen Excelsior, dat heeft wel voor een goed gevoel gezorgd, neem ik aan. Ja, absoluut. Het was zeker geen makkelijke wedstrijd. En we hebben ook niet groots gespeeld, denk ik. Maar als je dan toch bij Excelsior 2-0 wint, dat geeft gewoon wel een enorme boost inderdaad. Ik heb daarvoor natuurlijk bij Ajax verloren. En dan moet je naar Excelsior. En dat is gewoon een lastige wedstrijd. Het blijkt dat meer ploegen daar veel moeite mee hebben. En die sluit je goed af. Dus dat is zeker een goed gevoel. Heerenveen heeft het de laatste twee seizoenen lastig in het Abel Enstra Stadion tegen Heracles. In 2008 werd het 2-2 en vorig jaar won de ploeg uit Almelo met 2-1. Hoe zijn jullie de week doorgekomen? Lekker relaxed getraind? Relaxed, maar pas dat niet te relaxed is. Hè. Kijk, vaak als je wint, dan heb je natuurlijk een goed gevoel. Alleen, je moet natuurlijk wel scherp blijven trainen, want het is, je moet ook niet te makkelijk denken natuurlijk. En we moeten het morgen of zaterdag moet het gewoon kloppen allemaal. In Almelo wordt in ieder geval met veel verwachtingen uitgekeken naar het duel van zaterdag. Trainer Peter Bos van Heracles ziet zeker mogelijkheden voor zijn ploeg, maar wil niet zeggen waar de kansen liggen. Ja, dat ga ik niet aan jou vertellen, want jullie gaan het uitzenden en ik neem aan dat Ron Jans ook aan het luisteren is. Hè? Maar we hebben daar wel degelijk een idee bij. Daar trainen we deze week op, dat ga ik mijn spelers vertellen. En ik hoop dat de mensen dat in het stadion aanstaande zaterdag kunnen zien. Ja, je hebt ongetwijfeld wedstrijden gezien van Heerenveen. Wat voor indruk heb je gekregen van de ploeg? Nou, dat de ploeg toch een tijd lang aan het zoeken is geweest. Wel naar de juiste samenstelling, juiste formatie. En ik hoop dat ze daar nog niet uit zijn. Maar dat zal wellicht zaterdag blijken. Ik denk wel dat er nog heel veel rek bij ons in zit. Rek in de zin dat we zeker nog in een aantal dingen een stuk beter kunnen. Dus wat dat betreft zijn wij op een aantal dingen nog wel zoeken. Ja. Ik kan me van jou één goal in de Eredivisie herinneren. Dat was ook tegen Heracles, maar dan in eigen goal. Ja, dat klopt. Ja. Dat was Groningen thuis tegen Heracles. Toen zat hij er al vrij voor het in. Dus dat was ook even door de grond zakken. Inmiddels ben ik er net overheen gekomen. Maar, begin ik er weer over. Dat was zeker vervelend. Maar dat was even miscommunicatie met de keeper. Als je dan maar wint, hè? Ja, inderdaad. Als ze dan 3 punten hebben, dan is het toch prima.